Hallo allemaal, vandaag is de grote dag. Je bent... Ga naar de... Ik zei net al dat je moest stoppen. Ga naar de klas. Nu. Terugkomen. Aan de andere kant, jij verschoft een kick, ik kan me dat niet schelen. Dus. Een beetje laat, mevrouw. Nou, blijven. Oeh, grote vaardigheidsbooster. Yeah! Dan gaat zij er weer vandoor. Ah, oh, man. Ja. Rot op, ga je tentamen maken. Nou, jij mag er maar blijven staan. Oh, kleine vaardigheidsproef, sorry. Ik moest kiezen. Dus, vriendelijk zijn tegen een student. Oh, jij zit je wel in die stoel zitten, hè? Waarom zeg ik dat niet? Vandaag nog? Ik moet ook vriendelijk zijn tegen u, dus... Ik pis hem weer. Ja, je praat om met haar, mooi. Ook goed. En dan moet je verhaal natuurlijk ook. Maar zij heeft het ook gedaan, oké. En je laat die afwas liggen. Janitor? AUB. Dank u wel. Yuki! Ah, oh, maar ik was schaatsziek vandaag.
Deze vraag, nee, niks ervan. Je hebt de hele dag de examen. Rot op. Het allemaal maken. Waar is mijn sim nou weer? Ja, omdat die trut helemaal naar het bed loopt. Ja, wat moet je? Roto. Even kijken, jullie gaan naar huis. Nou, ik weet dat ik zei dat ik het moest terugbellen, maar... Ik doe het zelf wel. Nou, morgen is verhuisdag, dus ze worden nu ouder. Ze gaan alle twee niet bellen achter de computer. De ding is op zich, dan krijgen ze hun diploma's opgestuurd. Goed afstuderen. En jij, oh, dan moet ik op de computer unlocken. Ah, de televisie is ook stuk. Ja, daar wacht ik even op. Dan begin ik dan met deze. Zo dan niet in auto op. Computerinstellingen grendelen. Dan ga jij ook even. Nee, bij 4. Oh, jij kan nog niet. Ja, nou, dan spijt het me, maar dan kan ik je niet helpen. Dan ga je uit de familie. Zo. Ja, je krijgt eten. Ik dacht echt dat ze ook al kunnen afstuderen, maar dat kan ze niet. Ze moeten... Nee, dan ga je... We gaan er nog een zootje tijd kosten. En ik wil nou echt... Hey, ga heen. Ik ben bezig. Zo. Insta-reparatie. Oh ja, maar natuurlijk je werk ook nog doen. Ja, aandelen onderzoeken. Zo, jij ja, gaat even een telefoontje plegen. Oh, ga je zo ook nog even overhandelen? We zullen weer een bonus krijgen ook, dat is wel lekker. Een telefoon is gehad in Oostland. Claudia is vroeg geslaagd. Gefeliciteerd, de middelbare school mag er afgelopen zijn. Als Claudia ouder wordt, kan ze alle uitsloverij genieten van een prestatietoetst. Aangezien Claudia vervroegd is afgestuurd, kan ze zich nu als tiener voor de universiteit inschrijven. Ja, maar dat doe ik niet. Ah, helaas. Oh, nou wel. Oké. Okay. Ja, ga je gang. Val me toch niet lastig. Zo, 773 simoleons verdient zo. Ping! Computerchip maken. Je zit toch al achter de computer. Werk, technicus. Wat moet jij? Computerchip maken. Dat heb ik er niet tussen zitten. Dat heb ik er niet tussen zitten. Nou, dan heb je het toch dan.
er nou weer aangebeld? Ja, dat is voor jou. Ik ga haar nog moeten blijven slapen. Dag. Nee, dat vind ik jammer, weet je, dat zij niet geslaagd is, want je kan er ook als tiener in natuurlijk. Nee, maar dan gaat zelfs nog de universiteit, dus zij niet. Dus dat heb geen nood. Mijn vrouw, u gaat ouder worden. Hoe ga je eruit komen te zien? Hoe ga jij eruit komen te zien? Ja, ik kan haar ook ouder maken natuurlijk, alleen dan heeft ze geen... Hey, jouw haar is niet veranderd. Jij wordt ook ouder. Hey, ja. Doodzien. Ja, nee, dat doe ik niet. Jongvolwassen. Hoe zie jij er als jongvolwassen uit? Sweet Charcel Denoy. Bluebeard. Oh, and Flora. En jij wordt ook ouder. Sensei Kinnikil. Jij bent een jong volwassen, dus je wat ouder. Alright. Ja. Famous Bantrip. Chef with. Oh, boy. Myrtle Yura? Wacht even. Wat ben jij? Soul. Volwassen. Soul. Oh, je bent al geturnd. Menzu. Als jij even op wil roepen, ga je hierheen. Ik zeg, het is veel te klein hier. Ja, met jongvolwassenen. Ja, met jongvolwassenen. Ja. En hier stopt de leeftijdsgrens. Nou, dan kan jij dus ook weer in mijn familie stoppen. Arnold. Zo. Maar dan ga je wel dat, hoe heet het, krijgen. Ja. Nou, dan betaal je daar nog huur. Zes zoveel, denk ik. Oh, verkeerde. 76. Verder 29, wat je moet betalen. Ja, dan zeg ik. Die twee gaan trouwen met elkaar, krijgen kinderen, bla 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 bla. Weet ik veel het allemaal. Dit boeit me nooit, dat doe ik ook niet mee. Dat is het toch wel fijn. Ja. Even kijken. Jij. Wat doen jullie achter die computer van die meiden? Oh, verkeerde. Deze. Universiteit. Aanmelden. Nee. Oh, nee, nee, niet aanmelden, niet aanmelden, niet aanmelden, niet aanmelden. We gaan eerst verhuizen, want anders moet ik weer een studiebeurs vragen voor hier ook. Dat heb ik geen zin in. Dus we gaan verhuizen. Ja, je mag mij nog slaan. Heb ik gemoeid mee. Deel 21 gaat het uiteindelijk gebeuren dat we verhuizen. Control Shift C. Wat was het ook alweer? Waar is mijn papiertje? Oh, Free Real Estate.
free real estate on. Okay. Poink. Oh, ik moet eerst een land kiezen, dacht ik. Of maakt het niet uit? Familie van mij, familie van mij. Kijk, hier heb ik een relatie met Molly. Move. Ctrl-Shift-C. Wij gaan weg hier. Wij moeten een groot stuk land hebben. Ja, moet ik vertellen, maar dat is niet groot genoeg. Koppel 1. Is hier een groot stuk land beschikbaar? Ach, mijn containerwoningen. Hoe groot is dit nou? Hoe groot is dit? 30-20. Nee. Oeh! 40-30. Nee, we gaan het verwachten met het verhuizen. Deze. Waarom gaat dat niet? Oh, wacht, dan doen we het anders. Waar lopen we weer? Hier. Dan doen we het even anders. Dan moet hij een familie eruit schoppen. Gekregen. Ja, ik weet niet wat er met die wereld op mijn hand is. Het is altijd lelijk tegen je. Even Green Harbor. Nee, dat wil ik niet. What the fuck, maar wat is hier aan de hand? Nou, dan doen we het anders. Nog anders. Dan gaan we gewoon verkassen. Uitzetten. Deze, opslaan. Opslaan! En anders stop ik de video, dan moet ik even uitzoeken wat moet niet gaan. Hier. Hier. Een nieuw huishouden maken om te verhuizen. Ah, daar is het. Hehe. Verhuizen. Nee. Waarom is mijn familie niet daar? Oh nee, en nou moeten we dit doen. Maar mijn familie is er niet. Mijn familie, oh jawel, hier. Ach ja, dat is hem wel, want man doet er niet zo veel. Hier. Bang. Boom. En dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we dat lelijke ding van ons kopen, maar zal ik er veel ruimte. Dan moet ik nog een cheat gebruiken. Twee zelfs, testing. Hallo. Zo, en dan. Kast, nee, baby. Punt. Enable.
tree build. Zo. Control Shift C. Zo meteen moet het weer allemaal uitgezet worden. Anders krijg ik problemen later. Bang. Dit duurt niet lang. Hoop ik. Want ik kom als eerste tevoorschijn. Bijna als eerste. Yep. Oh, ik moet 50-40 hebben. Fuck. Nou, misschien dat ik het zwembad kan verliezen. Dat heb ik geleerd. Ja. Misschien dat er wat van het zwembad afgaat. Oeh, er gaat veel meer vanaf. Oh, kan ik hem draaien? Kijk, dan gaat alleen het zwembad eraf. Dat is niet erg. Maar het huis past. En dan gaat een klein dingetje daar weg. Ik ben benieuwd wat dat is. Boven is alles in orde. Oké. Hier is alles in orde. Trap is er. Oh, mijn bed is. Oh nee, mijn bed staat er nog. En hier is alles. Ja. Het huis zelf is al in orde. De tuin is er ook. Ja, oké. Nou, dit kunnen we allemaal weghalen, want dat hebben we nou niet meer nodig. Dit ook, dit ook, dit ook, dit ook. Maar dat doe ik wel offline, zonder camera even. Dus ik weet niet precies wat. Oh, waarschijnlijk beneden. Nee. Kom jij maar weer mee naar boven, want we hebben hier stuk. En deze afleveringen nodig. Zo, F1. Zo, en nou mag je. Oh, moment. Oh, niks doen op nul. Oh, dan moet ik er wel een extra computer bij hebben. F2. Hey. Nou, dat is een ding. Dat niet uit. En die overhaat is hier trouwens overboden, want ik heb hem aangezet, dus die kan weg. Dit is de bureaus voor de ouders. Oh nee, ik hoef geen computers erbij te kopen. Want die andere twee gaan. Dus F1. Dan ga jij. Want dan hoef ik ook geen. Venue membership? Wat is dat nou weer? Oh, wacht even, deze zijn al. Ontgrendeld hoor. Universiteit. Had jij nou al aangemeld? Nee. Aanmelden bij de universiteit. En beurzen aanvraag doen. En jij? Ontgrendelen. Universiteit. Aanmelden. Universiteit, beurs, beursaanvraag doen. En één. Even niet aanhoeren. Kom op nou. Ja, dat duurt denk ik 2 tot 3 dagen voordat ze naar school kunnen. Dus het zou mooi zijn als het weekend meetelt, want dan kunnen ze maandag naar school.
De aanvraag van Claudia is ingediend. De universiteit zal de aanvraag bekijken en de uitkomst. Bewoners in Evergreen Harbor. Hè? Ik krijg ook een paar dagen bericht over. Van Cassandra is ingediend. Voor jou ook. Zo, dus we zijn nog een paar dagen in dit huis sowieso. Ik zal de computers even ontgrendelen allemaal. Zo. En deze ook. Ontgrendelen. Daar moet je wel doen als je dit huis koopt. Want bij de vorige had ik het ook echt gezeurd dat de andere achter de computer ging. Dus ik heb ze allemaal een eigen computer gegeven. Zo, die zijn nu allemaal vrijgesteld. Kijk, dit was de slaapkamer van. Met tiener. Met een nachtlampje. En hier de kinderen nog ook nog een kinderdingetje. De tent, waar ze ook heel vaak in sliep, maar daar slapen ze niet goed in. Hier staat nog een poppenkast. Ja, en hier heb je nog een soort poppending waar ze mee kunnen spelen. En hier kunnen ze tekenen. Ja, oké, volwassenen kunnen daar niks bij. Maar dan zeg ik, dat zal voordat de volgende aflevering begint, dan zal ik eerst even al die shit weghalen. Ik heb ook heel veel bedden hier, dat heb ik ook helemaal niet meer nodig. Even kijken, jij. Jij moet nog steeds je aandelen doen. Oh, dit is anders. Oeh. Werk. Nee, niet. Wat is het nou bij jou? Ik weet het niet meer, what the fuck? Deze is toch ontgrendeld? Ja. Ja, hij is ontgrendeld. Nee joh. Bed, dat is hem. Aandelen. Had jij de telefoontjes gestopt? Wat ben je? Ja, en die heb je gedaan, oké. Hartstikke goed. Nou, wat ben je eigenlijk? Oh, daar kom je aan. Oké. Ja, ik was in een tik van hangplanten destijds. Dus op Nee, hier heb ik ze weggehaald. Want ik had hier daarin is ook. Maar ik denk dat ze in de weg gingen. Oh. Ja, je hebt hier beneden een kleine ruimte, daar had ik mijn tafeltjes van, dus de hele tijd een toekomst gingen voorspellen en dan waren ze steeds negatief. Ah, er zijn hier ook de schoolprojecten. Genoeg schoolprojecten. Ik begrijp niet dat een YouTuber die games speelt, waardoor je op geabonneerd bent, in enige geen games meer speelt, maar van die spookclips. Ja, ik geloof er niet in, maar ik vind het, ik maak daar een apart kanaal voor. Niet je gamekanaal. Ik kijk niet naar die spookdingen, want dat is belachelijk.
Ja, maar moet je maar eens naar een livestream kijken? Ik zei, ja, maar voordat ze de livestream start, ik ben dus alles al in werking hebben gezet, hè? Je hebt hier ook een hele ding is te, memories. Ik heb nog nooit zo'n grote keuken gehad. Voor het eerst dat ik zelf een eiland had gemaakt. Hé, hey, mijn robotstofzuiger is er niet. Hé. Hé, dat is verraad. Die is er ook niet. En die is er ook niet. Wat de... Nou, dan weet ik dat natuurlijk ook wel af. Oh, dit is... mijn vorige was... een dief. En dus die jatte heel veel en veel prestaties die hij vrij heeft gespeeld. En dan heb ik er dit voorzet zodat Sims niet ingaan. Want je kan hem wel op... er staat ook een beeld voor wat hij gejat heeft. Maar het is gewoon extra, zodat er geen Sims erin kunnen, want het was een geheim waar niemand achter mocht komen, et cetera. Dit had ik als een bed verhuurd aan een willekeurige Sim. Ach, kijk eens wie er in een fanatiek gaat trainen. Oh ja, we hebben een bowlingbal hier ook. Hallo, dan mag ik even mijn maandag hebben. Dank u wel. Moeder ook? Wat is ze? Ze hebben nog nooit iets aan sport gedaan. Dat zeg ik als ze hier komen. Ze hebben alles. Ik vind dit zo'n mooie stad, alleen je ligt gewoon uit. Maar ja, maakt niet uit. Nou, dan heb je nog een klimmuur. Nou, hier sliepen de ouders. Hier sliep een 10-jarige kind. Mevrouw Veen heeft de woonkamer. Dan heb je nog een heel stuk eraan dat je kunt gebruiken. Ja, helaas, dit hing voor het zwembad. Maar het zwembad is niet meer. En dit is te kort om... Nou, misschien dat ik hier een zwembad kan maken, maar dan moet ik hier een deur maken. Maar ze gaan toch niet graag in het zwembad, dus... Mijn Sims in ieder geval niet. Heel af en toe dat er eentje ingaat. Die kunnen ze wel, geloof ik, gebruiken. Ja, die niet. Nee, die wel. Dit ook. Oh, de plantje staat nu tussen de muur in. Ja, is fijn. Wat zo. Je ziet hem in ieder geval helemaal. Behalve zijn piepen. Oeh, dat gaan mensen irriteren. Mooi zo. We nog even kijken. Hè? Oh. Oeh. Nee, ik haal hem er even tussenuit. Het is me nog nooit opgevallen. Oh, daarom is het waarschijnlijk gedaan met Moe Fox. Ik zou doen dat hij zo ver uit de grond gaat. Van de dingen schoot, dan gaat hij lekker hier naartoe. Dag. Zo. Zo, fitness 2, fitness 2. Kom maar. Ik had wel verwacht dat u... Oh, dat ben je ook. Ik heb al niks gezegd.
Oh, de rest is al opgehouden. De rest is zoiets van... Maar, en hier kunnen ze nog een douche achteraf. Er hoort hier een muur te zitten. Of had ik dat zelf gedaan? Ah, nee, dat had ik zelf gedaan. Een muur en een deur. Zodat ze privé stonden. Zo. Ah ja, we toch verder in. Ja, dat wil ik zeggen. We hebben een level 7. Hey, daar komt er nog eentje aan hoor. Jawel. Ik wist het. Ik denk, als ze hier komen, ze kunnen ze gaan. En tada, ik heb ze niet gezegd dat ze het moesten doen. Ze doen het uit hun eigen. Als vader en moeder nou eens even gingen bowlen. Uitnodigen om te bowlen. Ah, 5 grensjes genoeg. Die. Boek. Ik heb nu ook even van een bowlingpartij genieten. Ja, ik ben er al. Moeder is waarschijnlijk ook achter de computer. Nee. Heb je geen zin om te babbelen? Ga naar boven! Oh, er zijn meeuwen. Ik dacht, wat vliegt dat toch? Oh. Blunder. You are. Daar is op, daarom zei ik 5 regels, want het duurt heel lang. Want ze blijven hier staan. We hebben een saus in de beurt, maar hij gaat. Dus wij, ja, daar. Ja, bak er ineens niks meer van halen. Hey, we hebben het uitgevonden. Jawel. Oeh, nee, dit niet. Is er geen strijd? Heb je zin om mee te doen? Ga je gang. Heb jij ook zin om mee te doen? Heb jij ook zin om mee te doen? Met de hele familie dan. Ja, heel erg. Mevrouw, moet u gaan, hoe houdt u de boel op? Ja, die haakt al af, die heeft al geen zin meer. Ook even ophouden. Oh, precies weer terug. Ja, inderdaad. Ik had geen plek om bankjes neer te zetten. Oh wel. Oh nee. Zoals je dat bij je echte woningzaal ook in tafeltje, bankje. Oeh. Dat is niet goed. Een van jullie is. Oh, je mag nog een keer. Dat zeg ik, vermoei me er niet eens bij. Want, je bakt er helemaal niks van. Oh, niks eigenlijk. Volgens mij ben jij aan de beurt hoor, ik weet het niet. De pins staan al opgesteld. Dus dat je ook weer te luisteren. Nee, nou is mol. Oh.
Dit moet je eigenlijk doen en niet naar kijken, want je gaat je er alleen maar aan ergeren. Het is een en al gehouden hoe we het verdienen voor de regio. Waarom 5 frames en niet meer, want oh, er moet er eentje werken. Oh shit, ook thuiswerk! Oh, dat is niet de bedoeling. Nog meer? Ja. Nou, jij zakt uit dit spel, dus jij gaat maar even je productiviteit doen. Technicus, wat moet je doen? Computerhardware ontwerpen. Dat kan ik wel doen, maar wat die andere kon ik niet doen, chip. En je moet daarna moet je programmeren. Ja, doe maar even oefenen. Je bent er al hoog in. Dus. De la crème de la crème. You. En you. Oh nee, dat kunnen jullie hebben aangevraagd. Dat is waar ook. Sorry. Sorry. Sorry, 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 sorry. Dat is allemaal oké. Okay. Nou, dan ben je eigenlijk de enige die blokken moet, mevrouw. Nou, ik vraag voor hem. Doe wat je wil, man. Ja, die zijn nog steeds aan de boven. Zij hebben ook de geest gegeven. Die denkt, ik ga trainen. En de drie die staan te houden, staan te boven. Dan zeg ik, daar moet je nooit op letten. In de volgende aflevering heb ik al die rotzooi van de kinderen weggehaald. Zijn de... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... De laatste zo'n zijn staan er, maar de robots zelf zijn er niet. Dus dat gaat weer een... aardig duitje kosten. 3 stuks. Maar ja. Of ik moet een tovenaartje in dienst nemen die de boel via een spreukje schoonmaakt. Maar ik heb liever die robots. Veel beter. Nieuwe carrière, ik kom eraan. Ja, nou fijn voor je. Je gaat je eigen kind vragen of je van baan moet veranderen. Ja. Hoi buur, wil jij weten hoe je aan het verschil kunt maken als je een minuutje hebt? Zou ik graag even met je willen praten. Oh, we hebben natuurlijk het ding binnen staan. Oh ja, mijn moneyboom, moneytree, helpbomen. We zijn toch klaar met. We hebben een deur, mevrouw. Een deur. Oh, ze luisteren me volgende week helemaal toe, zeg. Hé, dat doet best normaal. Bedankt voor de info. Nou, laat die Jan er ook even komen. Omdat Rio jou ook gaat. Regina heb gewonnen. Hey. Oh, Steve. Ik ben vrouw verloren. Woehoe.
waait goed. Ja. Dus helaas, ik weet niet wat er gebeurd is, maar je zal nieuwe stofzuigers moeten kopen. En je kan die verkopen, krijg je nog een beetje geld terug. Ik weet niet zeker of één robot voor 3 etages genoeg is, daarom neem ik er altijd 3. Huh? Waarvoor krijg ik geld? Auw! Oh. Ik geloof dat je me niet naar de universiteit moet sturen. Jij maakt geld. Oh, we hebben 84.000, hey. Holy fuck. Nee, dat kan niet. Nee, dat gaat 50 vanaf 34.000. Want ik denk dat ik het geld van het huis... De spullen, toen ik overging, dat die verkocht zijn en dat ik daardoor dat geld erbij heb gekregen. Ik had geloof ik 35.000, maar het maakt niet uit. Ik kijk naar een enorm bedrag, ik denk dat kan niet. En toen dacht ik, ja, nou, we zijn verhuisd. Want als we nou naar het oude lot gaan, staat er niet meer in het huis. Ik geloof dat je dat kon afvinken. Of je dat mee wilde nemen of niet. Ik weet het niet meer. Ik heb er niet op gelet, laat ik het zo zeggen. Heb jij 2 kleuren truien? Ja. Oh, mijn geldbomen. Oh, dat zijn bananenbomen. Fuck, waar zijn mijn geldbomen gebleven? Aardbei. Oh, heb je nou mijn geldbomen weggehaald? Fuck. Ik had 8 geldbomen staan hier. Ik heb een tovenaartje en die had een zo eentje in de afval gevonden. Die heb ik 8 keer gekozen, 7 keer gekopieerd en had ik neergelegd. Hebben we iemand met tuin? Ik denk het niet. Ik kan eigenlijk weg. Wij hebben er niks aan. Wij eten niet. Hallo, ik vroeg je niet op Bixby. Alexa, how many time left? Oh shit. Start time, Alexa. Start time at 20 minutes. 20 minutes, starting now. Train. Nou, als je in de woonkamer kijkt, dan heb ik een gigantische televisie. Ik weet ze nou nog niet of ik ze wel op, naar een studentenhuis stuur. We hebben ruimte zat. Ah, aan de andere kant. Het is wel lekkerder natuurlijk, want deze LP's zijn afgelopen. Ja, zodra hun naar school gaan, dan gaan ze naar een studentenhuis. En dan hoop ik wel dat ik ook terug kan keren naar hun. Want dan kunnen we af en toe even switchen. Je gaat lekker, mevrouw. Ga door. Ga door. Oh, jij bent dus de vervanger van Pesh.
weggaan. In winstgevende projecten waarschijnlijk. Waarom is het vaak? Dat is me best gebeurd. Oh, ik hoop niet dat we. Oh, we zitten wel in deze wereld, ja. Nou ja, we hebben alles al, dus dat is makkelijk. Waarom zijn ze verwisseld? Het was altijd Bess en hoe heet die? En nu weet ik dus niet hoe lang ik aan het filmen ben. Ik, bij deze, ik sluit hem af. En er zal waarschijnlijk nog één aflevering komen totdat ze naar school gaan. Maar er is nog geen Force binnen, dus ik zie je in de volgende aflevering. Doei doei, bedankt voor het kijken!